Oh, hallo, ik had je niet gezien. Ik was even bezig met mijn nieuwe Miitomo-app. Je hebt het afgelopen weekend ongetwijfeld meegekregen. Het is een dikke hype. Gamersnet staat gelijk aan love. Gamersnet staat gelijk aan live. We hebben gelijk mijn Gamersnet-account aangemaakt. Voeg ons even toe. Beter dan Facebook, Miitomo. En jij vraagt je natuurlijk af, waarom is het zo vet? En wat moet ik doen om zoveel mogelijk vette items te scoren? Wij hebben vier tips voor jullie op een rij gezet. En nou ga ik verder. En we beginnen op 4. Ja, Miitomo, het is super vet, maar het is één groot nadeel. Je moet namelijk heel veel sparen, overal links en rechts. En we beginnen met de muntjes. Geef er geen geld aan uit, jongens, want je kunt gewoon muntjes sparen door heel veel te liken, vriendjes toe te voegen, antwoorden te geven op vragen. En er komen nogal vage vragen binnen. Check even op Twitter wat voor mensen allemaal aan antwoorden hebben gegeven. Van wat doe jij bijvoorbeeld als je gestrest bent? Anywho, doe dat zoveel mogelijk. Reageer ook op andermans vragen. En je bent zo snel mogelijk, binnen de kortste keren, zo rijk als je maar wilt. Op 3, hoe krijg je meer kleding? Nou, kleding kun je krijgen door een bepaalde minigame te spelen in de game. En die kun je weer spelen door of een game ticket te scoren, komen we straks op, of door geld muntjes uit te geven. Dat hadden we net behandeld. Op die manier kun je zoveel mogelijk kleding scoren. En dat is belangrijk, want je eigen Mii moet er natuurlijk awesome uitzien. Een leuk jurkje, een kekpakje, een Mario hoedje. Je kan het zo gek niet bedenken. Wij hopen wel dat Nintendo heel snel met meer minigames komt. Want die ene is inderdaad heel verslavend. Maar meer is altijd beter. Kom je dan aan die game tickets op 2? Nou, dat doe je door 2 dingen. Je stelniveau en je vriendschapniveau. En je vriendschapniveau is simpel, krijg veel vriendjes. En je stelniveau is dat je met je Mii gewoon gangster jezelf zoveel mogelijk omkleedt. Dan komt eigenlijk op neer, probeer zoveel mogelijk kledingstijlen. Wees een jonge, zelfbewuste Mii. Pas af en toe een jurkje aan. Doe af en toe iets coolere gangsterkleding aan. En hoe vaker je omkleedt, hoe hoger je stelniveau en hoe meer van die game tickets je krijgt. En dan opeens de Nintendo punten. En deze zijn heel erg vet, want er zijn af en toe tijdelijke acties. Op dit moment kun je bijvoorbeeld een Mario pak scoren. Nou, wie wil dat nou niet? Nou, Luigi misschien, maar verder wil iedereen dat. Je kunt nieuwe speeltickets regelen, fixen. Kortom, die Nintendo punten wil je hebben. Nou, hoe kun je die scoren? Nou, dat doe je bijvoorbeeld door te delen via Twitter of Facebook. Maar nog belangrijker is de daily challenges, de belangrijke opdrachten. Beantwoord bijvoorbeeld 3 vragen. Reageer op vragen van anderen. Die opdrachten kunnen allerlei soorten dingen zijn. Doe die trouw en jij hebt straks zoveel mogelijk Nintendo punten dat je Miitomo tot in een eeuwigheid kan spelen en er fucking awesome uitziet in de game. Ja jongens, zo heb je het 4 tips om ver te komen in de nieuwe hype van Nintendo Miitomo. En voeg Gamersnet sowieso overal toe. Twitter, Facebook, maar nu ook op Miitomo. Want Gamersnet is gelijk aan love. Gamersnet is gelijk aan live. Later hè.